optreden van de Russische troepen in Hongarije heeft, zoals in de gehele vrije wereld, ook in Nederland grote ontsteltenis gewekt. Ten teken van rouw werden overal in het land de vlaggen half stok gehesen. In vele plaatsen zochten de woede en de verbittering der bevolking een uitweg in demonstraties, waarbij de eigendommen van de communistische organen in Nederland het moesten ontgelden. In Amsterdam werd daarbij de inventaris van de communistische boekhandel en uitgeverij in de Leidse straat geheel vernield. De betogingen, die zich ook richten tegen het gebouw waarin de waarheid en andere communistische lectuur worden gedrukt, ontaarden later echter in zinneloze baldadigheden van voornamelijk jeugdige elementen. De politie trad hier krachtig tegenop. De activiteit van de politie kon echter niet verhinderen dat ook in dit gebouw ernstige schade werd aangericht. In tegenstelling tot deze onwaardige uitingen stonden de stille nachtelijke bedetochten die in vele steden werden gehouden. Aan deze zwijgende demonstratie, waarin men zich bezon op het lot van de onderdrukte Hongaren, werd in Amsterdam door ongeveer 20.000 mensen deelgenomen. Overal in het land vonden verder grote demonstratieve bijeenkomsten plaats. In de voormalige Dominicaner kerk in Maastricht luisterden enige duizenden naar Freule Utewaal van Stoetwegen. Zij was een van de woordvoerders van de samenwerkende democratische partijen, die hier en elders in protestvergaderingen gezamenlijk wilden getuigen van de ontzetting die het Russische optreden tegen de Hongaren in Nederland teweeg heeft gebracht. In Rotterdam verzamelden zich tezelfde tijd ongeveer 12.000 mensen in de Ahoy-hallen. Hier werd onder meer het woord gevoerd door professor Oud, die vurig pleitte voor de eenheid van het Westen. Het medeleven met het Hongaarse volk noemde professor Gerbrandy een nationaal gebeuren, waarin alle scheidingslijnen opnieuw zijn weggevallen. En hij zei voorts dat een protest als dit zeker zin heeft. In Amsterdam vond de bijeenkomst plaats voor het Nationale Monument, het symbool van Nederlands onderdrukking en bevrijding. Ongeveer 30.000 mensen luisterden hier onder andere naar toespraken van de voorzitters der vrije vakverbonden. Nadat de heer Ruppert van het Christelijk Nationaal Vakverbond woord had gevoerd, betrad de voorzitter van het NVV, de heer Oosterhuis, het spreekgestoelte. Hij zei onder andere het volgende. We zijn bijeengekomen omdat wij getuigen willen. Omdat onze harten boordevol zijn van smart en medeleven. Doch bovenal omdat wij tot berstens toe vervuld zijn van afschuw over zoveel laagheid, zoveel schaamteloos verraad, het ongelukkige volk van Hongarije aangedaan. Namens de katholieke arbeidersbeweging sprak de heer Middelhuis, die nog eens op andere wijze de redenen voor deze samenkomst formuleerde. Het is de kreet van een vrij volk dat het onrecht niet kan verdragen, dat een groot, machtig, miljoenenvolk een kleine natie vertrapt. In Enschede kwamen ongeveer 9.000 mensen, waaronder enige tientallen in Nederland wonende Hongaren, bijeen in de Twentehallen. Hier werd onder andere het woord gevoerd door professor Romme, die onder meer het volgende zei. Maar al kan de weg naar vrijheid en gerechtigheid, dikwijls moeten gaan door een zee van ellende. Het einde van die weg is vroeg of laat. De overwinning op het boze en op het kwaad. Het is zoals ik het gisteren over de radio uit dominees mond hoorde zeggen. God spreekt het laatste woord. De heer Evert Vermeer tenslotte wees in zijn redenvoering op het belang van eenheid in de westelijke wereld. Onze droefheid, onze bitterheid, onze verbetenheid en onze woede zullen voorbij gaan. Maar wij moeten zorgen dat dat ene grote overblijft. Namelijk dat het Westen uit dit alles sterker tevoorschijn komt. Daarom moeten wij opnieuw met de kracht van onze overtuiging als gezamenlijke democratische partijen in dit land de eenheid van Europa opnieuw bovenaan op de agenda plaatsen.
Zo heeft Nederland.